Dit is PHSS Echo. Praatje 11 was mooi gescript. Praatje 12 wordt geïmproviseerd omdat de tijd even uit het oog was verloren. Ik zat te mailen en te chatten en verdomd, het is een uur later dan ik dacht. Oh, sorry voor de krachtterm. Zal ik die eruit knippen of zal ik die er niet uitknippen? Nou ja, alle bloepers blijven erin zitten. Dat is een voordeel. Dus ik zal niet monteren. Maar ik heb nu nog geen idee waar ik het over ga hebben. Dus ik ga een pauze van 10 seconden nemen en dan begin ik gewoon. Ik had me voorgenomen om vandaag iets over D-Star te doen. Dan kan ik dit praatje herhalen aan het begin van de ronde. Hoef ik er geen twee te maken. Dus ik vertel iets over het begin van D-Star. Het was zo dat ik in september van 2007 voor het eerst over D-Star iets las. Ik was in die tijd nog lid van de ERRL en ik kreeg QST. Ik was geïnteresseerd. Het was nog niet zo lang. Ik ben in 2006 opnieuw met de hobby begonnen na 15 jaar pauze. Dus ik wist een hoop dingen nog niet. En ik heb wel veel over de hobby geschreven in de jaren voor RAM. Maar ik was echt geen zendamateur meer. Dat vond ik echt. Lang verhaal waarom ik opnieuw begonnen ben, maar dat ging geleidelijk aan. In elk geval was ik op zoek naar iets voor 23 en ik had al gemerkt dat er op dat moment eigenlijk weinig te koop was qua nieuwe apparatuur. En toen kwam ik één apparaat tegen, dat was de ID1 van de ICOM. Maar dat was een 10 watt transceiver voor FM en dat was gruwelijk duur, $1800 geloof ik dat die kostte. Ik dacht, waar kan die kosten? Ik kan me voorstellen dat voor 23 het niet zo goed verkoopt als dat het voor andere banden is. Wat kan daarvan de reden zijn? Toen zag ik D-Star. Ik denk, ja, wat is dat? Dus toen ben ik me gaan inlezen. En dat was in september. In oktober werd voor het eerst in Engeland en in Nederland de D-Star apparatuur ook goedgekeurd. Ik weet niet of dat soort type keuring er nog is. Volgens mij niet. Maar in ieder geval was die apparatuur toen goedgekeurd voor gebruik, voor verkopen aan zendamateurs. Zendamateurs mogen zelf alles bouwen, maar de fabrikanten die moeten wel aan hun normale regels voldoen. Dat was hier ook het geval. Uiteindelijk draaide het er dus op uit dat wij vanaf december 2007 de beschikking hadden over een repeater ineens. Ook weer een lang verhaal hoe dat gegaan is, daar ga ik niet op in. Maar in ieder geval samen met PA1GF had ik het beheer over die repeater. Maar we hadden nog geen apparatuur en dat duurde tot januari of februari van 2008 voordat we ook een portofoon hadden. Het eerste QSO was direct via de repeater. Ik moet zeggen, Gerjan, PA1GF, heeft alle techniek daarvoor gedaan. Ik heb me daar weinig mee bemoeid. Wat ik misschien beter wel had kunnen doen, maar goed, dit is PA6 Echo. Ik vond het wel prima. Ik had ervoor gezorgd dat die apparatuur er enigszins kwam. Ik had de contacten daarvoor. Ik heb ook gezorgd dat er een vergunningsaanvraag kwam. En die vergunning kwam heel snel door. Dat was erg mooi toen. En wij konden heel snel beginnen. Er waren 3 repeaters in Nederland. Eigenlijk was die van Nijmegen officieel de eerste. En daarnaast was er eentje in Breda en eentje in Amersfoort. Maar in Nijmegen die stond niet zo hoog opgesteld, gewoon bij iemand thuis. In Breda stond hoog opgesteld, hoger dan dat wij dat hadden. Maar die van ons had toch een redelijk bereik. Het was 18 meter antennehoogte, maar het gebied waar die stond, dat is een poldergebied met heel hoog grondwaterniveau, dus dat ging heel goed. De eerste tijd hebben we dat gewoon als lokale repeater gedaan. Ik moet zeggen, ik was in die tijd niet zo gecharmeerd van de koppelingen tussen repeaters. Ja, ook ik heb dat lange tijd gehad. Ik heb vooral wel eens over Echolink geschreven, toen had ik ook mijn twijfel. Maar toen die repeater eenmaal gekoppeld was, toen bleek dat het recept was voor het succes van D-Star. D-Star, het succes in 2008 was overweldigend. Het was echt niet te geloven. De eerste paar jaar was het echt enorm. En DMR was er nog niet. D-Star was daarmee de eerste. En dat had een aantal redenen. Er was al een aantal jaren eigenlijk niks veranderd. Een jaar of 20 waren er eigenlijk geen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van amateurisme. Ik bedoel, Echolink was er al, APRS bestond al. Ik geloof dat PSK er wel gekomen is in die tussentijd. Maar voor de rest op VHF-gebied in elk geval niet veel. En UHF. Dus dat was allereerst al een verandering. Ja, wat eigenlijk het belangrijkste was, waar wij in eerste instantie dus niet mee begonnen en later wel. Ik denk dat rond april of mei van 2008, maar ik weet niet helemaal zeker, dat voor het eerst repeaters gekoppeld werden. Dat was die van Breda en Amersfoort. En het nadeel daarvan was, ik heb daar recent ook al eens wat over gezegd, maar ik weet niet meer of dat in een podcast was of op een amateurband. Maar je kon wel die 2 repeaters koppelen, maar er kon daar niks meer bij. Dus als
En er werd alleen via de ether gewerkt, want er waren natuurlijk nog geen hotspots. Maar als die twee repeaters Breda en Amersfoort gekoppeld waren, dan kon bijvoorbeeld een AA4KM, was het geloof ik, in Orlando, Florida, die met de ronde mee wilde doen, die kon niet linken. die kon er niet bij. Dus dat was een reden om een reflector te beginnen. Die huidige repeaters kunnen dat wel, die kunnen wel met elkaar linken en ook meerdere. Maar als er twee repeaters gelinkt waren, kon er niks meer bij. Ja, en door beide repeaters in die tijd aan een reflector te hangen, ging dat wel. Konden mensen aan de reflector linken van buiten. Wat AA4KM deed vanuit Orlando, regio Orlando in Florida. In Florida was dat, Castleberry zat hij. Maar hij koppelde zijn lokale repeater aan die van ons. Want ja, ook hij had geen hotspot. De eerste hotspots die kwamen na een tijdje. Ik heb altijd gedacht, en dat is een van mijn grote misschattingen op technisch gebied geweest. Ik heb altijd gedacht dat in het begin dat de technologie van die is daar zo ingewikkeld was dat wij amateurs dat niet zelf konden bouwen. Dit is PA6 Echo. Maar ja, ik was pas het jaar daarvoor opnieuw met de hobby begonnen. Ik had wat moeilijkheden met inschatten. Een goed excuus heb ik niet, want het was natuurlijk voor de hand liggend dat amateurs dat snel wel zelf zouden doen. Het eerste wat er vervolgens kwam, dat was een hotspot. Een zelfbouw hotspot, heette toen ook al zo. Maar dat was een printje wat je op een bestaande transceiver aansloot. Dus niet een ding van 20 milliwatt, maar gewoon met 10 watt. En wat dat ding kon, die hotspot, die kon aan het netwerk koppelen. Dus dat was fantastisch. Je kon er niet mee calls aanhouden. Dat niveau, dat kende die niet. Je kon alleen reflectors linken. En dat was gemaakt door meneer Satoshi in Japan. En al snel kwamen er allerlei kopieën op de markt. Maar de afspraak was dus dat de bijbehorende software wel het linken van hotspots mogelijk zou maken, maar niet van repeaters. Want het was volgens mij zo dat die meneer in Japan enige binding had met ICOM en die waren bevreesd voor de verkopen van hun repeaters terecht overigens. Maar de programmeurs in Amerika van de software die hielden zich na een jaar al niet in de afspraken. Toen kwamen ook die self-power repeaters die niet alleen ongelinkt konden werken, maar ook gelinkt. En ja, daarna is het snel gegaan met de self-power repeaters. Er kwam een hoop, op dat moment al niet legale, maar er kwamen een hoop self-power repeaters die gewoon onder de eigen kool draaiden als bemande repeater. En dat heeft een tijdje zo, dat had echt een enorme impact. Dat was echt heel erg druk. Ik kan me rondes herinneren waar we meer dan 200 inmelders hadden. En ik begon in die tijd om 9:30. En dan gingen we tot 1:00 door en dan had iedereen 1 keer de microfoon gehad. Op die manier. Dat was hard werken. Ik denk dat ik er nog wel opnames van heb. Goed. Ik moet hem nu beëindigen. Want anders dan heb ik hem niet op tijd gemonteerd om hem te kunnen uitzenden. Daar heb ik eigenlijk nog heel beperkt tijd voor. Dus ik moet nog opschieten ook. Nou, ik gebruik deze ook voor de ronde. En om 7:00 ook. Tot later op de avond. Want als je om 7:00 luistert, dan verwacht ik dat je bij de ronde bent. Nou, verwacht. Het is leuk als je er bent. Ben uitgenodigd. Kom erbij.